Het is zo, je moet op het ogenblik niets uitsluiten. Dat hangt gewoon samen met het feit dat we een zwaar economisch weer onder ogen hebben te zien. Verhoging AOW-leeftijd. Door crisis onvermijdelijk of niet? En verder in Nova. Wie is Jesse R., de hoofdverdachte in het liquidatieproces? Goedenavond, welkom bij Nova. Maandag begint het grote liquidatieproces in de zwaar beveiligde bunker in Amsterdam. Een van de hoofdverdachten is Jesse R., door velen gezien als de hitman van de Amsterdamse onderwereld. Volgens justitie heeft hij tenminste 6 liquidaties op zijn naam staan. Gert Jansen en Robert Bas maakten op basis van het politiedossier een portret van Jesse. Dit is Jesse R., volgens justitie verantwoordelijk voor 6 liquidaties met 7 dodelijke slachtoffers. Hij wordt door velen uit het criminele circuit gezien als de hitman van de Amsterdamse onderwereld. Op een van de zeldzame momenten dat hij praat tegen de politie, vertelt Jesse hoe hij in het criminele circuit is beland. Voor sommige mensen is het een keuze, voor anderen niet. Hij doelt dan ongetwijfeld op zijn vader Greg, een bekende drugshandelaar die heel wat jaartjes in de cel heeft doorgebracht. Verder noemt Jesse deze man, Henk Rommy, op dit moment gevangen in de Verenigde Staten. Hij ziet hem als peetvader. Jesse is een begin veertiger, geboren in Vinkeveen. Maar veel belangrijker is dat hij nu de hoofdverdachte is in het grote onderzoek Passage. En wat ook al uit het dossier blijkt natuurlijk, is dat Jesse ook uit een familie komt. Een familie die niet een onbeschreven blad is... En dat is Jesse. Hij heeft ook heel wat jaren in de cel doorgebracht. Hij heeft enige jaren in de cel doorgebracht, ja. Dat Jesse in verband wordt gebracht met minstens 6 liquidaties is het directe gevolg van de tientallen verklaringen die kroongetuige Peter Lacerpe bij de politie heeft afgelegd. Jarenlang trekken ze met elkaar op, Jesse en zijn compaan Peter Lacerpe. Ze elkaar kennen in deze gevangenis in Utrecht. Peter zit er voor een aantal overvallen. Jesse, omdat hij bij een achtervolging op een agent heeft geschoten. Daar hebben ze elkaar leren kennen. Daar hebben ze ook veel contact met elkaar gehad. In die periode althans, dat is ook wat de kroongetuige er zelf over zegt, heeft de kroongetuige ook dossiers onder ogen gekregen. Nou, en uit die dossiers lijkt hij nu ook te putten. En hij zegt dat hij daar kennis uit heeft. In de gevangenis brengt Peter Jesse in aanraking met de leer van Scientology. Ik heb hem wel eens een boek daarover gegeven. Dat bleek een openbaring voor hem. Jesse neemt Peter in vertrouwen en vertelt hem dat hij bij meerdere liquidaties betrokken is geweest. In de gemeente Ouder Amstel vond de politie op een parkeerplaats een uitgebrande auto met 2 verkoolde lichamen. De identiteit van de slachtoffer staat nog niet vast en de politie houdt rekening met een misdrijf. Deze afrekening wordt in het criminele circuit de barbecue-moord genoemd. Jesse helpt met deze liquidatie een vriend die ruzie met de slachtoffers had gekregen. Ruzie waarschijnlijk over een partij drugs. Jesse vertelde mij dat hij geschoten had. Een van de Joegoslaven had geroepen, let's talk. En die kans kreeg hij niet. Jesse vond het fantastisch, omdat dat de eerste keer was dat er door hen iemand in de brand gestoken werd. Jesse is in 1993 verdachte geweest in die zaak die vreselijk de barbecue genoemd wordt. Het zaakdossier Tanta. Daar is hij verdachte in geweest, maar die zaak is op een gegeven moment geseponeerd. Dus daar is hij toen al die jaren helemaal geen verdachte meer in geweest. Totdat de kroongetuige daarover begon te praten en zegt, ik heb daar kennis van omdat ik dat uit het dossier heb geput. En verder zou ik van Jesse iets hebben gehoord. En dat werpt Jesse weer verre van zich. Hij zegt dat de kroongetuige daarover liegt. De kroongetuige krijgt nog meer van Jesse te horen. Als organisator helpt Jesse bij de moord op 8 mei dat jaar in Antwerpen. Een Griekse drugshandelaar moet uit de weg worden geruimd omdat hij een zakelijk conflict heeft met Jesse's tweede vader, Henk Rommy. Ook de vriendin van de drugshandelaar wordt gedood. Ik kan me herinneren dat Jesse zei dat die vrouw op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was. Ze was getuige en moest toen ook dood.
Ook dat dossier heeft de kroongetuige in 1993 of 1994 onder ogen gekregen. En hij lijkt daar nu uit te putten. Maar ook uit telecomgegevens zou het toch wel blijken dat Jesse op die avond in Antwerpen is geweest? Dat is iets wat ter zitting aan bod zal komen, waar ik nu op dit moment geen uitlating over doe. Na een aantal jaren van afwisselende periodes in en uit de gevangenis duikt de naam van Jesse in 2004 weer op. In de gevangenis krijgt hij last van een kogel die in zijn lichaam is achtergebleven na de schietpartij met de politie. En hij wordt geopereerd in het ziekenhuis in Nieuwegein. Met behulp van een paar vrienden weet hij op ingenieuze wijze te ontsnappen. De jongens hebben alle techniek. Ze waren als Navy SEALs gegaan. Maskers op, oortelefoontjes. In de 4 weken dat Jesse op vrije voeten is, brengt Peter hem naar een aantal afspraken. In de Baja Beach Club in Rotterdam krijgt Jesse van 2 mannen een lijst te zien. Met namen van mensen die vermoord moeten worden. Hij vertelde mij in Rotterdam dat hij een klus had gekregen. Als Jesse het over een klus had, dan betekende dat een liquidatie. Als Jesse zijn straf heeft uitgezeten, beginnen Peter en Jesse aan hun eerste klus. Ze krijgen een adres door in Amsterdam-Osdorp. Het adres van hars- en vastgoedhandelaar Kees Houtman. Volgens justitie en een aantal getuigen was hij de maanden daarvoor afgeperst door Willem Holleder. Volgens Peter vuurt Jesse de dodelijke kogels af en geeft hij zelf dekkingsvuur. Ik zag dat Houtman naar zijn Mercedes liep. Ik zag vervolgens dat Jesse naar Houtman toeliep en met zijn Glock in beide handen een schietpositie aannam op 2 à 3 meter afstand van Houtman. Ik liep naar de andere kant van de auto en zag Jesse schieten op Houtman. De schutters krijgen samen €130.000 voor de moord op Houtman. Volgens justitie gebruikt Jesse zijn geld direct om de avond na de moord in het Okura Hotel de bloemetjes buiten te zetten. De beveiligingscamera's laten zien dat hij incheckt samen met Sjaak. Die is volgens justitie de leverancier van het pistool waarmee Houtman gedood is. Maar volgens de tweede advocaat van Jesse, Sander Jansen, zeggen deze beelden niets. Dat Jesse regelmatig in het Okura Hotel heeft verbleven, dat is algemeen bekend. Maar of dat met liquidaties te maken heeft, dat blijkt helemaal niet. Maar hij betaalde bijvoorbeeld contant. Dat zou ik op kunnen duiden dat hij daarvoor is uitbetaald voor de liquidatie. Nou, dat is een te snelle gevolgtrekking, zou ik zeggen. Dat hij contant geld heeft, wil niet zeggen dat hij uitbetaald is voor een liquidatie. Misschien is hij uitbetaald, maar waarvoor? Dat blijkt niet. Daarna komt de tweede naam op de liquidatielijst aan de beurt. Caféhouder Thomas van der Bijl. Die praat in het allerdiepste geheim met de politie. Na de moord op zijn beste vriend Kees Houtman. Hij bevestigt dat Houtman door de groep Holleder werd afgeperst. Peter en Jesse voeren verkenningen uit, maar lopen al snel in het oog. We zijn naar het huis van Thomas gereden. We zagen Thomas staan in zijn deuropening met zijn armen over elkaar. Hij keek Jesse recht in zijn gezicht. En toen was het ook voor Jesse duidelijk dat we op dat moment moesten afblazen. Peter trekt zich terug uit het milieu en vertrekt naar Engeland. Als hij een paar maanden later hoort dat Thomas van der Bijl door anderen is vermoord, meldt hij zich bij justitie. Hij sluit een deal. Hij wordt kroongetuige en vertelt alles wat hij weet. In ruil daarvoor zal justitie voor zijn aandeel in de moord op Houtman geen 16, maar 8 jaar gevangenisstraf eisen. Wat Jesse er zelf over heeft gezegd is dat dat wat de kroongetuige vertelt over enige betrokkenheid van Jesse bij die feiten waarvan hij verdacht wordt, dat het allemaal leugens zijn. Ja, wat hij dan verder van vindt of daarbij voelt, dat weet ik niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat het toch wel een dolk in de rug moet zijn als een persoon waarmee je voorheen bevriend was op zo'n manier over jou verklaart. Jesse is uitgeweken naar Marokko. Na de verklaringen van zijn voormalige vriend Peter wordt hij in februari 2007 in dat land aangehouden en een jaar later aan Nederland uitgeleverd. Je moet het beschrijven als een cel in een cel. Wat in de grond zat, waar de ratten uitkropen. Als het regende werd hij nat, dus er zal wel een lekkend dak zijn geweest. En hij mocht met niemand daar contact hebben. Dus het was eigenlijk een extra beveiligd regime in Marokko. Waar hij bijna 11 maanden heeft gezeten. En vervolgens is hij op transport gegaan naar Nederland. Nu zeggen veel mensen die het dossier een beetje kennen dat de kans heel groot is dat justitie levenslang zal gaan eisen tegen Jesse. Verwacht u dat ook? Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk te concluderen. Als je naar het dossier kijkt en je kijkt van wat voor feiten Jesse op dit moment allemaal verdacht wordt
En je trekt de volgende stap of de volgende conclusie zou je trekken. Als je daarvoor veroordeeld wordt, wat zou dan de strafmaat zijn? Dan ligt levenslang natuurlijk in de lijn der verwachtingen. Maar of er een veroordeling volgt en voor welke feiten, dat is nog maar de vraag. De verwachting is dat het liquidatieproces ruim een jaar gaat duren. Het was weer een week vol crisisberichten. De bouw, de transportsector, de notarissen, allemaal staat het water ze tot aan de lippen. Elke vrijdag gaat Nova de stand van de economische crisis tegen het licht houden. Zijn er lichtpuntjes? Hoe lang gaat het duren voor het herstel intreedt? Vandaag met Roel Jansen, economieredacteur van NRC en hoogleraar economie Lans Bovenberg. Maar eerst de week die was. Banken en projectontwikkelaars trekken zich terug uit steeds grotere bouwplannen. De kredietcrisis en de angst voor de gevolgen van een recessie zorgen ervoor dat de geldkraan wordt dichtgedraaid. Hoeveel mensen werken er bij u? 400, vorig jaar 400 mensen, nu 200 mensen. Dus u heeft de helft al ontslagen? Ja. Mevrouw de voorzitter, volgens de laatste economische voorspellingen bevindt ons land zich in de diepste economische crisis sinds de jaren 30. Is de minister bereid om soepel met begrotingsregels om te gaan? Het antwoord daarop hoort u binnen een paar maanden. Begrotingsregels zijn er om nageleefd te worden. Het is gewoon zo dat je afspraken hebt voor moeilijke momenten. En als de moeilijke momenten aangebroken zijn, dan moet je ook zorgen dat je je aan de afspraak gaat houden. The biggest danger that the world faces is a retreat into protectionism. Voor de Duitse modeltreinenfabrikant Märklin staan alle seinen op rood. Het 150 jaar oude speelgoedbedrijf heeft faillissement aangevraagd. Top executives to award themselves these kinds of compensation packages in the midst of this economic crisis isn't just bad taste, it's bad strategy. And I will not tolerate it as president. Dit gaat niet over de perversiteiten van Wall Street. Dit gaat niet over waarom de wereld in zo'n recessie terecht is gekomen. Dit gaat voor het grootste deel om buitengewoon bescheiden extra beloningen voor hardwerkende mensen. En ook hardwerkende mensen die bij een bank werken mogen daarvoor beloond worden. En zijn niet per definitie zichzelf verrijkende bankiers. Door de crisis reizen er steeds minder mensen vanaf Schiphol en kan het vliegveld moeilijk concurreren met landen om ons heen. Eurlings laat nu onderzoeken hoe vliegen hier goedkoper kan worden. Hij vindt dat er ook over de vliegtax kan worden gesproken en sluit niets meer uit. In Amerika zijn de afgelopen maand 600.000 banen verloren gegaan. Dat is de grootste daling sinds december 1974. In een jaar tijd, Roderick, zijn 3 miljoen Amerikanen hun werk kwijtgeraakt. En dat op een land met 300 miljoen mensen. Is gigantisch wat hier gebeurt. De werkloosheid knalt echt omhoog. Langer doorwerken. De kans is groot dat het kabinet de pensioenleeftijd geleidelijk gaat verhogen. Haagse bronnen melden dat het kabinet praat over een verhoging naar 67 jaar. Ik hoor van bedrijven dat de concurrentiepositie gewoon lastiger begint te worden, omdat orders ook wegvallen. En die problemen die op het ogenblik bestaan, zijn van grote omvang. We zien dat ook al in het feit dat bijvoorbeeld de overheidsfinanciën omslaan van een begrotingsoverschot naar een begrotingstekort. Wij zien een oploop van de werkloosheid. Dat zal moeten worden voorzien van een beleidsreactie. En dat zal op een verantwoorde manier moeten gebeuren. En dat kan betekenen onorthodoxe stappen gezet moeten worden. De premier zei dus onorthodoxe stappen. Ik ga erover praten met Roel Jansen, economieredacteur van NRC, en Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de Universiteit Tilburg. Meneer Jansen, doen eigenlijk alle sectoren het zo slecht of zijn er uitzonderingen? Nou, het gaat eigenlijk over de hele linie ontzettend slecht. Maar als je nou uitzonderingen zou moeten bedenken, misschien advocaten die als curatoren van bedrijven die omgevallen zijn gaan optreden. Deurwaarders natuurlijk, die niet geïnde rekeningen moeten proberen binnen te halen. Het schijnt dat de cosmetica-industrie het nog heel aardig doet. En ja, zoals in de Verenigde Staten in de jaren 30 Monopoly werd bedacht. Iemand kan natuurlijk het Monopoly van deze tijd gaan verzinnen. Ja, een spelletje. Zijn er nog andere sectoren? Ja, de publieke sector, de gezondheidszorg, het onderwijs. Er zijn nog steeds mensen nodig. Ja, goed. Ik zag dat trouwens dat er een bekend champagnehuis het ook heel goed deed, tot mijn verbazing. 2 miljard winst. Maar goed. Okay. Het ministerie van Financiën heeft ook mensen nodig. Ja, duidelijk. Goed, deze week was er ook weer ophef over de bonussen. Even over het ministerie van Financiën gesproken. Wouter Bos zei daar overigens niet heel veel kritisch over. We hoorden eerder Obama in de Verenigde Staten er wel heel kritisch over zijn. De Tweede Kamer was er kritisch over. Bos verdedigde het eigenlijk, min of meer. Het ging over de ABN-bonussen. Wat is uw oordeel daarover?
Ja, ik vind het toch een heel slecht signaal dat in de bankwereld nog zoveel bonussen worden toegekend op dit moment. Ja. Economisch stelt het natuurlijk niks voor. Ik bedoel, macro-economisch. Nee, dat klopt. Maar de voorbeeldwerking is denk ik heel slecht. Veel mensen hebben het idee dat de overheid de banken overeind houdt en dat, dat er geen geld is voor, om hun banen overeind te houden. En het wordt dus veel moeilijker voor politici om dit soort moeilijke maatregelen aan te kondigen waar we nu straks over gaan hebben. Het verhogen van de AOW-leeftijd. Ja. Dus ik denk dat het gewoon heel slecht is qua voorbeeldwerking. Maar kan Bos eigenlijk wel iets anders doen dan het verdedigen? Hij heeft laatst geprobeerd om de vertrekkend baas van ABN wel te weerhouden van een fikse bodem. Via de rechter, niet gelukt. Nou ja, er zijn juridische afspraken en er zijn cao's natuurlijk. Maar het is toch vreemd dat in een sector waarvan je toch niet kunt zeggen dat het er erg goed gaat, dat er bonussen gegeven worden. Ja. Hoe hard die mensen individueel misschien ook werken. En hoe sector, de afspraken ook zijn. Ja, als in hun geheel die banken zijn eigenlijk onderuit gegaan. Ze hebben verliezen, ze zijn opgekocht. Ze hebben de hele economie in grote problemen gebracht. En dan is het toch een beetje raar dat je dat nog blijft belonen met bonussen. Nee, maar dat het raar is. Ik geloof dat iedereen het daar wel over eens is. Maar heeft Bos eigenlijk instrumenten om er iets aan te doen? Zelfs nu die eigenlijk de basis van ABN doet. Nou, ik vind het vooral zo vreemd dat in de bankwereld zelf de zo weinig zelfreinigend vermogen is. Want veel mensen voelen zich denk ik echt eenzaam op dit moment. Ja. En als er dan die elite toch op zo'n manier bezig is, dan is het heel slecht voor om de samenleving met je bij elkaar te houden. Ook hier wordt dus schande geroepen eigenlijk. Maar goed. Even iets over groei versus groen. We zagen dat Schiphol het slecht doet. We zagen dat minister Eurlings nadenkt over maatregelen en door liet schemen. Hij heeft nog niet echt gezegd dat de vliegtax eraan gaat. En dat doet toch wel de vraag rijzen. Gaat het milieu dan uiteindelijk toch de dupe worden van deze crisis? Ja, je zou heel cynisch gezegd kun je zeggen dat die vliegtax is nu eigenlijk zijn doel bereikt. Er wordt minder gevlogen. Ik weet het niet. Ja, ze hebben die vliegtuigen ingevoerd om als een soort milieubelasting op vliegen. En dan moet je niet bij de eerste, denk ik, bij de eerste de beste tegenslag gaan zeggen, nou laat maar zitten. Ja, wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat we naar een andere economie gaan. Een economie die minder energie zal moeten gebruiken, die meer aan het klimaat denkt. En ook minder krediet gebruikt, zijn we ook. En dat betekent dus dat we een forse aanpassing tegemoet gaan. Alleen het probleem is dat het nu allemaal wat snel gaat. Dus de aanpassing gaat te snel. En dat is nu het probleem. Maar ik denk wel dat we alles op alles moeten zetten om die verandering, zeg maar, om die goed te begeleiden. Maar naar een andere economie gaan, dat zou betekenen dat er nu geïnvesteerd zou moeten worden in allerlei dingen die tot die andere economie leiden. En nou heb ik net het idee dat er niet geïnvesteerd wordt op dit moment. Nee, heel weinig. En kijk, alles wat je doet aan nieuwe energievoorzieningen of alternatieve energie en zo, dat kost natuurlijk gewoon heel veel tijd en heel veel geld. Ja. Dus dat gaat niet zo heel hard. Je kunt niet van de ene dag op de andere die omschakeling maken. Gaan we naar een andere economie? Niet een groenere economie, of wel? Ja, dat denk ik wel. Dat denkt u wel. Ondanks dat er nu bezuinigd wordt op allerlei, waarschijnlijk moeten we zeggen, want het is nog niet zeker, op allerlei groene voorzieningen. Ja, ik denk juist dat dat een van de kansen is van deze crisis, om meer te investeren in milieuvriendelijke technologie. En dat moeten we op de lange termijn ook doen. Want voor deze crisis hadden we een energiecrisis, een voedselcrisis. Ja. Dus al die aanpassingsprocessen die gaan nu eigenlijk sneller dan we eerst gedacht hadden. Ja, en het afschaffen van de vliegtax ontmoedigt u niet in dat in deze visie. Nee. Goed. We praten zo verder. Door de crisis dreigt het begrotingsoverschot dit jaar al om te slaan in een tekort. En nu al voorspelt menig econoom dat het tekort de 2% zal overschrijden. En dan moet het kabinet volgens de eigen begrotingsregels gaan bezuinigen. Met alle gevolgen uiteraard voor de economie. De crisis wordt nu als argument gebruikt om opnieuw te praten over verhoging van de AOW-leeftijd. Want ook de AOW-uitgaven tellen mee. En langer doorwerken betekent een kleiner tekort. Daar gaan we ook zo over praten. Het kabinet heeft nog niets besloten. De vakbonden en de meeste politieke partijen zijn overigens tegen. Jan Eikelboom vroeg het aan enkele AOW'ers zelf. Is het nu net zo erg als toen? Wat bedoelt u? De crisis. De crisis? Wat voor crisis? De crisis in de jaren 30. Weet u nog? De grote economische crisis, de depressie in de jaren 30. Ja. Crisis. Dat was in 25, geloof ik, hè? Ja. Is het nu net zo erg als toen? Nee. Nee? Dat zeggen ze wel.
Nee, ze durven al van alles te zeggen. Nou, ze hebben het niet meegemaakt wat wij meegemaakt hebben, hoor. Echt niet. Toen leefden we echt van de armen en wat we konden krijgen van steun. Toen was de crisis voor ons veel erger. Veel erger, want we waren toch met een gezin. En mijn vader was ook werkloos. En dan werd hij naar de dingen gestuurd, hoe heet het? Amsterdamse Bos. Amsterdamse Bos. Werkverschaffing. Werkverschaffing, ja. Werden ze toen gestuurd. Nou, dat was zware armoede. Willem Drees heeft het huis opgericht. En dat is de grondlegger van de AOW geweest. Ja, want nu willen ze de AOW-leeftijd weer verhogen, hè, naar 67. Ja, maar dat vind ik onzin eigenlijk. Hè. Nee, niet mee eens. Niet mee eens. Je hebt je leven lang hard gewerkt. Hè? Want gespaard worden we toch niet. Nee. En nu willen ze nog langer. Ja, nee, dat vind ik nodig. Kunnen ze nou niet wat jongeren meer aan het werk zetten? Wat langs de straat loopt. De mensen die het hebben altijd hard gewerkt. En dan komt ze wel een beetje rust toe. En dan krijgen ook de jongeren de kans. Verhogen ze zeker niet. Ben ik het echt niet mee eens. Ja, zeggen ze, dat moet wel vanwege het financieringstekort. Ja, nou ja. Er zijn ze verveeld. Er zijn hier ook allemaal tekort. Wat minder bonussen geven. Wat minder bonussen geven. Ja? En is een paar van die bobo's weg. Als die maar eens een paar ontslaan. He, want er loopt niet één directeur. Als er wat is, dan zie je er hier 10, 12 lopen. Dan denk ik, nou, wat moet dat? Ja. En wat ze ook moeten doen, de mensen van de verzorging, is wat vroeger pensioneren. Niet wachten tot 65. Nee. Nee, ze zijn veel te oud. Dan zijn ze bek af en daar mogen ze met pensioen. Maar laten ze die nou eens met 60 doen. Vroeger pensioneren, meneer Bovenberg, niet later. Er is nog veel zendingswerk te doen, heb ik de indruk. Absoluut. Ja, want u zat in de commissie Bakker. Die adviseerde de AOW-leeftijd te verhogen naar 67. Sterker, men wilde in 2016 beginnen dat jaarlijks met 1 maand te verhogen. En dan in 2040 zou de 67 bereikt zijn. Levert dat op korte termijn geld op in deze crisis? Nou, op korte termijn niet veel, alhoewel je wel kan zeggen dat het waarschijnlijk voor Wouter Bos wat makkelijker wordt om redelijk goedkoop te blijven lenen als de kapitaalmarkten ervan overtuigd zijn dat de openbare financiën in Nederland op orde blijven. Dat is het effect. Dus in die zin is er in ieder geval misschien wat meer geld beschikbaar voor Wouter Bos om nu in deze crisis de economie niet af te hoeven knijpen. Dus dat is het een. Het andere is natuurlijk het politieke argument dat we graag willen dat de openbare financiën goed in orde blijven. Zeker. En als we dat via het verhogen van de AOW leeftijd doen, dan kunnen we ons nu veroorloven om wat meer uit te geven. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat iemand als u bij deze crisis zegt niet wachten tot 2016, maar eerder. Nou ja, wij hebben het vooral, als commissie Bakker hebben wij het vooral aanbevolen. Ja, maar ik vraag het u nu als econoom. Als nu? Ja, ik denk dat er nu wel goede redenen zijn om het wat sneller te doen. Sneller, bijvoorbeeld in? Bijvoorbeeld na de verkiezingen. Ik denk dat het 2012. 2012 beginnen. Dus 2011 verkiezingen. En dan vanaf 2012 beginnen. Ja, en dan denkt u dat als u dat voorstelt en uw partij zou dat voorstellen, het CDA, dat ze dan veel stemmen winnen? Ik spreek hier niet namens het CDA. Nee, dat weet ik. Dat is waar. Maar goed, dat is flauw van mij. Dat is een beetje flauw, maar... Ja. Maar u denkt toch niet dat de partij die dat voorstelt veel stemmen wint, of wel? Nee, daarom is het ook zo belangrijk dat alle drie grootste politieke partijen in Nederland, tenminste de grootste politieke stroming, de VVD, het CDA en de PvdA, daar gezamenlijk achter gaan staan. Komt het ervan, Roel Jansen? Nou, er is iets heel interessants aan de hand. 2 jaar geleden, toen het regeerakkoord geschreven werd, toen werden eigenlijk alle belangrijke onderwerpen waarvan economen zoals professor Bovenberg al jaren zegt van hier moet iets aan gebeuren, die werden allemaal diep in een laadje gestopt. Er gebeurde helemaal niks mee. In beste zwaag is gewoon, alle heikele punten zijn van tafel gegooid. Of het CDA wilde niet, of de PvdA niet, of de ChristenUnie niet. En dat was het dan. Nu zit men in een andere situatie. Men ziet het begrotingsbeleid de mist ingaan. Of in ieder geval dat die prachtige afspraken die er waren, die gaat men niet halen. De bedoeling was om met een overschot deze kabinetsperiode te eindigen in het licht van die vergrijzing. Dat gaat niet lukken. Dus
die begrotingsregels moeten losgelaten worden. Nou, dat is nog maar de vraag. Maar nou ja, dat is eigenlijk onvermijdelijk. Ja. De recessie gaat zo hard, en dat betekent dat bijvoorbeeld de inkomsten van de overheid zo hard achteruit lopen, dat al die prachtige begrotingsplaatjes, die kun je in de prullenmand gooien. Ja, maar goed, en ja? Wat doet men dus nu? Is zeggen, nou, laten we die crisis nou maar even over ons heen komen en dan niet te hard op de rem gaan staan, maar dan daarna, 2012 misschien, dan moet je wel weer wat extra maatregelen nemen om de, zeg maar, de achterstand in te lopen. En dan komen dus al die onderwerpen die 2 jaar geleden in de doofpot werden gestopt of terzijde werden geschoven, die komen weer op tafel. Maar en daar gaat men het nu over hebben. Bedoel, dat is misschien dan mijn lekenverstand, maar dat snap ik niet. 2 jaar geleden was er nog volop geld. Ja. En toen waren het impopulaire maatregelen en toen verdwenen ze in de prullenbak. Ja. Nu hebben we geen geld meer en nu komen ze weer op. Nee, maar dit zijn plannen die voor de overheid geld opleveren. Het gaat altijd allemaal om dingen die, die wat de begroting betreft uiteindelijk geld opleveren. Nou, de tragiek is een beetje, economen zeggen natuurlijk in deze situatie niet bezuinigen. Dat is economisch het beste. Maar politiek is het eigenlijk net andersom. Juist in een crisis hebben we geld nodig en komen die moeilijke maatregelen aan de orde. Dus dat is een beetje de tragiek, dat we in goede tijden is de urgentie minder om dit soort maatregelen te nemen. Economisch is dat het beste. Ja. Maar politiek gezien, het is anticyclisch, noemen jullie dat, hè? Anticyclisch, precies. En de politiek is eigenlijk vaak procyclisch, dat is jammer. Nog even, want daar wil ik het direct over hebben, over nou bezuinigen of juist extra geld investeren. Nog even toch over die AOW. Want de grootste verzet komt natuurlijk van de bonden. De bonden zeggen, zeg mensen, die dat geldt misschien voor 20% van de mensen, zou je dat kunnen verhogen tot 67 jaar. Mm-hmm. Maar de meeste mensen hebben zwaar werk en die zijn echt op na 65. Ik denk ook dat het heel problematisch gaat worden. Want voor veel mensen heb je het wel gehad, na je 60 of 65, maar 67... Dat is echt, dan moet je dus nog heel lang doorwerken vaak. Ja. En je krijgt dus allerlei uitvoeringsproblemen, denk ik. Van, dan gaan ze zeggen, nou, zware beroepen niet of uitzonderlijke gevallen niet en zo. Ja, hoe ga je dat registreren en hoe ga je dat dan allemaal bijhouden? Dat wordt dus nog heel ingewikkeld wat uitvoering betreft. Wat zou er tegen zijn om het flexibel te maken, om het aan de mensen zelf over te laten? Nou, dat gebeurt ook. Maar dan moet je ze wel iets minder geven als ze al op 65 met pensioen willen. Ja, dan moet je ze minder geven. Dus dan ben je dief van je eigen portemonnee. Nou ja, om wat vroeger te stoppen, dat is nu al zo bijvoorbeeld bij de aanvullende pensioenen. Dat je dief van je portemonnee bent als je vroeg stopt, zeg maar. Dus een jaar extra werken, het levert al 8% meer pensioen op. Dus dat is al behoorlijk aantrekkelijk. Een jaar dus dat kan extra ook. Werken levert 8% meer pensioen op, zegt u. Dus dat is ook een hele aantrekkelijke manier voor veel mensen om nu het gat dat in pensioen ontstaat door de situatie bij de pensioenfondsen bijvoorbeeld, om dat op te vullen. Ja. Maar die mevrouw uit het bejaardenhuis, die zei het zelf van, kijk, die verzorgers en zo, die hebben dat al zwaar genoeg, laat ze met hun 60ste stoppen. Want tot hun 67ste doorgaan is wel heel lang voor zo'n beroep. Nou ja, het is toch heel zwaar om dat is absoluut waar. Nee, maar daarom is het ook belangrijk om daar de tijd voor te nemen. En dat bij de commissie Bakker. Kijk, het per maand te doen elk absoluut. Jaar. En we moeten echt het werk ook anders gaan organiseren. Als we mensen zo lang willen laten werken, dan moeten we ook ze beter inzetbaar houden. En dan moeten ze ook meer kunnen switchen. Ja. Dus als je fysiek zwaar werk hebt, dat je dan op een gegeven moment switcht naar minder fysiek. Dus je kunt dat niet in één stap doen. Je moet daar de tijd voor nemen. Nog een wereld te winnen, zei ik daar straks al, wat dit betreft. En ook waarschijnlijk een wereld te veranderen. Nog even over dat bezuinigen of niet. We zien, daar is nu een discussie. Het CDA heeft geroepen, regels zijn regels. En we gaan gewoon bezuinigen als we boven die 2% komen. Wat vindt u daarvan? Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat de crisis betekent echt dat je het regeerakkoord moet heronderhandelen. Zelfs dat, we moeten een nieuw Beesterzwaag hebben. Nou, ik denk zelfs meer een nieuw akkoord van Wassenaar. Ja, dat is uit 82. Absoluut. Ooit. Dus dat ging eigenlijk om de uitruil tussen loonmatiging en korter werken. Ja, met Kok onder andere. Ja. Absoluut. Ja. En ik denk dat nu de uitruil meer is. Meer publieke investeringen en nu niet hoeven te bezuinigen tegenover lange doorwerken. En dus een groot tekort. Een groot tekort, ja, absoluut. Nou ja, je ziet dat eigenlijk gebeuren. Zelfs als je vasthoudt aan de afspraken die er zijn voor de uitgaven, dan gaat dat begrotingssaldo wat er nu is, hè, dat overschot, dat gaat omslaan in een tekort. Ja. Met name omdat de inkomsten zo enorm achteruit lopen. Ja. En als de hele wereld in een recessie verkeert, dan kan Nederland zich er natuurlijk niet van aan onttrekken. En daarom denk ik ook dat het kabinet nu probeert dus toch voorzichtig al die heikele punten die ze
waar ze niet over wilden hebben. En dachten, nou, dat komt straks wel. Om die dan toch naar voren te halen. En dan praat je niet alleen over de AOW, maar ook over hypotheek, de hypotheekrenteaftrek. De bezuinigingen op de chronische zorg, de AWBZ. Dus het kabinet gaat eindelijk regeren, zou je kunnen zeggen. Dus gaan eindelijk wat dingen uitruilen. Want ze hebben eigenlijk heel weinig uitgehaald op economisch terrein. Ja. Ze begonnen eigenlijk met rust. Ja. En door deze kredietcrisis gaan ze wat dingen ruilen. En ik denk dat het heel goed is. Ja. Er is nog een hele mooie, dat is die subsidie voor partners van kostwinners. Hè, die de belastingvrijstelling kunnen overdragen aan kostwinner. De zogenaamde aanrechtssubsidie. Een heel belangrijk voor de ChristenUnie, ook een coalitiepartner. Nou, dat is ook zoiets, die kun je ook eruit gooien. En dat levert ongeveer net zoveel op als verlenging van de AOW. Dus dat is eigenlijk. En dat levert meteen geld op. Goed, het zijn boeiende tijden en u verwacht dat de regering gaat. Regeren moet gaan regeren en moet gaan onderhandelen. Dan staat het regeren meestal in de weg, toch? Ja, voor een leuke tijd. Ja, het wordt nog heel ingewikkeld met de sociale partners natuurlijk ook. Ja, want die moeten er absoluut ook aan meedoen. Oké. Okay. We gaan iedere week gaan wij dit nader onder de loep nemen in verschillende samenstellingen overigens. Maar wie weet zien wij u daarbij nog terug en kunnen wij een vervolg geven aan dit gesprek. Hartelijk dank. Graag gedaan. En dan nog dit. Vluchtelingen uit Birma. Asielzoekers die zijn uitgenodigd naar ons land te komen. Welkom, hallo. Hoe gaat het met ze nu ze hier zijn? You are going to live with the whole group in one gemeente and that gemeente is called Os. Dat morgen. Dit was Nova. Goedenavond.